ben ik opeens in het licht. En hier op de Nieuwe Oosterbegraafplaats, hier worden poëzielezingen gehouden. Over de dood. Ja, dit is natuurlijk wel heel toepasselijk hier, Museumnacht 2018. Er staat daar in de achtergrond, in het donker ook nog, staat een groep mensen. En die krijgen nu zometeen een van de 4 poëzielezingen. En ik ga heel even naar de dichter toe. Goedenavond allemaal. Hallo, hoi, hoi. Ik ben Sil. Ik moet bij jou komen volgens mij. Eline. Hoi, Eline. Ja. Jij gaat deze mensen zo iets voorlezen, voordragen. Ja, kun je daar iets over vertellen? Ja, ik denk jullie hebben net daarachter gefilmd. En daar staat een heel mooi grafbeeld van een kunstenares die daar begraven is. En ik vond het zo mooi dat zij daar lag. Dus ik wilde heel graag een tekst maken die over meisjes en vrouwen gaat. En hoe dat dan allemaal werkt. En ik dacht dat in deze context ja, heel mooi zou passen. We zijn vriendinnen omdat we voor dezelfde dingen bang zijn. Dat er 's avonds als het donker is iemand door de spleet van de gordijnen staat te kijken hoe we onze tanden poetsen. Dat we nooit iemand zullen vinden die blijft. En dat onze verjaardagen steeds minder speciaal worden. We drinken 3 gin tonics en laten elkaar onze borsten zien. Niet omdat het sexy is, maar omdat we er zeker van willen zijn dat de vorm normaal is. We hopen dat het naakt zijn voor elkaar iets weg zal nemen van de herinnering aan de andere mensen waarvoor we naakt zijn geweest. We vlechten elkaars haren in. Op de goede dagen lezen we over het meisje dat op het dak van een hostel naar de sterren kijkt. Ze valt in slaap, rolt zich om, glijdt van het dak en valt te pletter. We lachen erom. Dat nemen we elkaar niet kwalijk. Lachen is een uiting van onbegrip. Vrouw, mag ik met u meelopen? Zal ik even mijn arm geven? Hey, ja, ja. Mevrouw, mag ik ben vragen? Ben je bang? Nee, dat wilde ik aan u vragen. Bent u bang? Nee. Vindt u het niet een beetje eng zo? Hier, nee, helemaal in het donker? Nee. Ik ben alleen bang voor muizen. Oh, nou, die heb ik hier nog niet gezien. Mag ik vragen waarom u hier in het donker op de begraafplaats de lezingen volgt? Nou, ik wist dat deze wandeling mogelijk was en ik was benieuwd. Ja. En hoe vindt u het tot nu toe? Heel apart. Ja? Vindt u het wel mooi? Ik vind het wel mooi. Ja. Het is wel bijzonder om zo in het donker. Ongelooflijk. Ja. Ik zou hier geen gids moeten zijn. Nee, ik zou zo verdwalen. Graag uw aandacht. Dit zijn de zalvende handen van nabestaanden. En dit zachte veld, deze prachtige kaalslag, is hun land. Deze lanen vormen een ketting van missende schakels, uitgevallen spelers. Gehele levens worden met kluit en al opgetild en uit het landschap verwijderd. Wat rest is een negatieve ruimte, een plek waar het oog kan rusten.